R-U-D-O. Rudo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo hier bij Unity.nu. Iedere woensdag ben ik bij en donderdag zie je het natuurlijk ook op televisie en ben ik weer op verschillende plekken in de regio. Vandaag ben ik in Leidendorp bij Winkelhof. Eens even kijken of mensen mij nog een handje durven te geven met het... Mevrouw, durft u mij nog een handje te geven? Nee. Doet u dat niet met corona? Nee. Microfoon is viezer, hè? Weet ik niet. R-U-D-O. Rudo. Geeft u een hand? Ja, ik wel. Of bent u dapper? Ja, goed hè? Ja. Ja, je krijgt het of je krijgt het niet. Nou ja, ja, zo simpel is het ook. Ja, en hier heerst het toch nog niet. Dus, nou, en je vergeet het eigenlijk ook wel dat je geen hand meer moet geven. Ja, maar ja, ik vind het eigenlijk wel dubbel. Ik was gisteren bij een vergadering. Let op hè, ik was gisteren bij een vergadering met 10 man. En dus iedereen zegt, nee, we geven elkaar geen hand, we doen de elleboog. Vervolgens komt er een pak koek op tafel. En iedereen grijpt uit het pak koek. Ja. Ja. Dus, nou goed, weet je, het is misschien een stukje bewustzijn dan. Denk ik ook. Het is gewoon hopen dat snel de kop ingedrukt wordt. Dat is het enige. Maar ja, volgens mij zijn ze in Leiden ook wel hard bezig hè, om te kijken of ze vaccins kunnen bedenken. En, maar u bent niet bang in ieder geval? Ik ben niet bang. Nee. Dan wens ik u een corona-vrij weekend. Of ja, fijn, dankjewel. Tot ziens. Ja. Rudo! Wat zeg je? Ja, dat weet ik inderdaad. Ja. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Meneer van de televisie. Ja. Maar durf jij mij nu een handje te geven of moeten we een elleboog doen? Nou, weet je... Een elleboog? Kom hier met je elleboog. Oeh. En waarom doen we dan een elleboog en geen hand? Want je moet goed je hand gaan wassen. Want er is een virus, hè? Het coronavirus. Corona. Maar als jij dan gaat plassen, was jij dan altijd netjes je handen? Ik niet, ik vergeet het wel eens. Maar moet wel, hè? Was jij altijd je handen na het plassen? Ja, altijd, ja. Nee, ik ook wel hoor, na het plassen wel. Maar gedurende de dag, vergeet ik... Ja, maar gedurende de dag, doe je het nu vaker nu er een virus is? Veel op ziekenhuizen en dinges. En er staan allemaal van die dingen en ik doe het altijd. Nou, bij mijn vader, die woont in een verzorgingshuis, daar heb je zo'n pompje. En dan sta ik altijd wel op dat pompje te drukken, want het is eigenlijk best ook wel even lekker fris. Hè, dat... Fris, ja. Goed. Jullie hebben 2 kinderen gekocht, zie ik. Ja, in de aanbieding. Ja, in de aanbieding. Zijn jullie met z'n vieren op pad, of niet? Altijd, iedere woensdag. Naar het Winkelhof. Hè? En heb je dan ook al een ijsje gekregen? Nou, dat vindt zij niet lekker en die lust er wel pap van. Oké. Nou. Dat is ook lekker, hè? Het gaat van de koffie met ijs. Goed zo. Nou, veel plezier. En ik geef je dan alsnog een hand. Ja. Tot de volgende keer. Plezier. Dag. Rio! Ja, en inmiddels ben ik hier bij Grand Café Hofplein. Naast mij staat Nico. Ja, het gaat hier gebeuren. Hè? Dat gaat er wel. Moet je dan nu weg? Ik moet er weg. Nou, dan kom ik zo nog even terug. Rio! Als ik u nou een hand wil geven... Nee. Doen we zo. Oh, ja. En u? Doet u nog... Ja? Maar bent u nou bang voor het virus of... Nou, ik ben er niet heel erg bang voor, maar ik denk dat we er met z'n allen wel rekening mee moeten houden. Het zijn kleine, makkelijke maatregelen om te nemen, om te zorgen dat het niet verder verspreidt. Om ook in ieder geval ook de zwakkeren onder ons te beschermen. Zoals mijn moeder, die 80 plus is. Maar ik ben niet zwak, maar ik ben wel... Nee, maar u bent ouder. U bent ook niet oud, maar ouder. Ouder, ja. Maar als ik nou in mijn ding nies en we doen dan zo... Ja, dat denk ik, dat is misschien geen goed idee. Ja, je kan het nooit helemaal voorkomen. Maar ik bedoel, laten we met z'n allen een heel klein beetje rekening met elkaar houden. En gewoon ja, wat we kunnen doen. En verder gewoon lekker doorleven. En dan zien we. En net zoals nou, hier in een winkelcentrum, het valt wel mee hoe dicht we allemaal op elkaar staan nu. Maar stel, er is een groot feest en er komt 500 man. Ga je er dan wel heen of ga je er dan niet heen? Nou, dat zou ik dan... Ik kan nog niet ja of nee zeggen, maar het is wel een overweging hoor. Ik heb toevallig, mijn man staat op de Hiswa. De zeilbeurs. Ja, de zeilbeurs, inderdaad, de komende dagen. En ik zou langs gaan en dan heb ik toch zoiets van, ja, wat is nou wijsheid? Aan de ene kant, ik ben niet voor de paniek. Hè. We moeten ook, wat ik al zeg, gewoon doorleven en een beetje afstand houden, rekening houden met elkaar. Er is hier nog niks heel erg dringends aan de hand. Dus, aan de andere kant vind ik maatregelen zoals in Brabant ook wel weer logisch. Omdat daar heel duidelijk geconstateerd is dat het daar rondwaart. Dus ja, dan moet je op zich ook wel dingen op slot gaan gooien een beetje. Of in ieder geval evenementen afblazen of wat dan ook. En dat iedereen dan in dezezelfde vieze microfoon praat? Ja, dat is misschien ook geen goed idee, maar ja, weet je. Het is...
je kan niet alles in het leven voorkomen. Nee, je kan met z'n allen een beetje oplettend zijn. Waakzaam. Zijn, waakzaam, ja. Inderdaad. Rekening houdend met ja, de mensen om ons heen. Die, waar het misschien nog die kwetsbaarder zijn. En als u en ik het misschien krijgen, nou ja, dan wandelen we er misschien gewoon makkelijk doorheen. En anderen niet. Dus, en daar hebben we ook mee te maken. Dus, jij let op je moeder. Ik let op mijn moeder. En zo letten we allemaal op elkaar. Dan geef ik u nog een elleboog. Maar ik was in gedachten, want zij had net gebeld. Ik denk, wie komt daar op me afstuiven? Komt een beetje een vreemde vent. Nou, tot ziens. Oké, okay, succes. Zwaaien mag ook. Dag. R-U-D-O. Geven jullie nog handen? Geven jullie nog handen? Nee. Niet? Nee, we doen gezellig. Ja, nee, ja. Nou, ik kijk, want oké, okay, stel wij komen aanlopen, dan hoe doen we dat dan? Gewoon even zo. Hallo. Maar vinden jullie nou ook niet dat we dat er eigenlijk in moeten houden? Nee. Ik vind een knuffel en een kus vind ik veel gezelliger. Ja, oké, okay, maar we kennen elkaar niet. Dus dat is dan... Nee, dat is waar. Dus dan doe je dat niet. Maar dit vind ik wel. Kijk, als je een hand doet... Ja. Kijk, jij, normaal doe je... Nou, jij doet het wel. Dan nee, je... Bas. Nee, Bas. Ik heb ze gewassen. Ja? En maar normaal doe je zo, dan heb je afstand. En nu als je zo doet, dan kom je toch... dichter in je aura. Doe je gewoon zo. Doe je zo. Maar weet je wat nog viezer is? Dat ding op die microfoon. Ja, ook wel. Tot ziens. Rio! Durft u het nog? Dag, meneer Rudo. Goeiedag. Durft u, doen we het of doen we wat? Nee, dan wil ik een voetkus. Okay. Andere kant ook. Oh, andere kant ook? Ja. Een beetje een soort Griekse dans. Waarom? Ik zeg, dit is een beetje zo'n Griekse dans. Ja, zo. Ja. Kunnen we hem sneller ook, denk je, of niet? We dansen dus zo, 1, 2. Maar wat vind je van de maatregelen tegen het coronavirus? Ja, hoeveel maatregelen moet je nemen om dat te voorkomen? Ik bedoel, ik denk dat ze het allemaal zelf nog ineens weten. Natuurlijk een beetje handen wassen, een beetje beter even opletten. Is iemand die erg verkouden, of noem maar op, je omgeving. En ja, dat zijn allemaal dingetjes die je zou dus mee kunnen nemen in het geheel. Maar ja, ik denk niet dat het te voorkomen is. En ben je er bang voor? Nou ja. Om het te krijgen? Om eerlijk te zijn. Kijk, we zijn een dagje ouder. Ik ben 72. En je weerstand wordt een stukje minder. Ik bedoel, hoe jonger je bent... En hoe meer weerstand. Ja, maar voor een gewoon griepje, en ik heb geen verstand van of dit nou een gewoon griepje is of niet, maar voor een gewoon griepje ben je ook niet bang, toch? Nee, nee. We hebben pas een klein beetje de griep gehad, wat heet griep, een beetje verkoud, een beetje hoesten, houdt een beetje afstand. Maar ik bedoel, dat is het gewoon, dat is het. Ja. Maar nogmaals, ja, anders zou je hier ook niet naartoe gaan. We komen van Rijnsburg, we komen hier even lekker even winkelen, even een bakkie doen. En... Even onder de mensen. Ja, je drinkt uit dezelfde kopjes als dat andere mensen hebben gedaan. Je zit op dezelfde stoelen. Ja. Dus ja. Het is, ja. Maar dat gebeurde voorheen ook. Ik bedoel, waar moet je op letten? Ik bedoel, nogmaals, kijk even naar de omgeving. Zijn er mensen niet erg verkouden? Of, nou, dan ga je dat een klein beetje uit maar, de mensen. Was je dan ook vaker je handen nu? Ja, we wassen wel vaker onze handjes. Met zeep. En we hebben een soort zeep dat is een beetje desinfecterend. Ik bedoel, maar dat hebben we niet specifiek... genomen omdat nu de griep er is, die hadden we toch al. Ja, nou ja, goed. Oké. Okay. Ik wens jullie nog een mooie middag hier. Ja, lekker winkelen en een goede reis terug naar Rijnsburg dan. Dankjewel, hè. Gaan wij weer even terug naar Nico, kijken of hij al klaar is met zijn bestelling. Rio! Nou, je bent weer terug. Ja, tuurlijk. Heb je nu wel tijd? Ja, tuurlijk. Ja, met Unity NL, radiozender Nederlandstalige muziek, waar je naar kan luisteren. En op televisie hebben we ook clips uit Unity. Komt hier voor de allereerste keer het Unity NL Café. Wat gaat hier gebeuren? We gaan allemaal leuke artiesten op het podium zetten. Met interview van Elmar natuurlijk. Mogen ze hun nieuwste single presenteren. En dat wordt natuurlijk één groot feest. Ja, het is allemaal ook live te horen op de radio. Dus als je zondag 29 maart naar Unity NL luistert. Dat is op 106.1 FM. Dan hoor je dus artiesten die hier op dit podium staan. Je hebt hem zelf in elkaar gezet, toch? Ja, klopt. Kan het wat hebben dan? Ja, ook? Kan wat hebben. Dus jij kan en bier tappen... En podium bouwen. Ja hoor, geen probleem. Sommige mensen kunnen ook alles. Hè? Hey, en waarom doe jij dit? Waarom vind je het leuk om radio te maken vanuit je café? Of eigenlijk vanuit je Grand Café? Ja, ten eerste natuurlijk een stukje omzet wat we kunnen genereren. En het is natuurlijk hartstikke gezellig. Ook voor de vaste gasten. Op een zondagmiddag zijn we normaal gesloten. Ja, het is leuk om dat op te pakken en dan dit soort dingen te doen. Ja, dus heb je niks te doen, zondag 29 maart zet het in je agenda vanaf 14:00 het Unity NL Café bij Hofplein. Rio! Ja, geven jullie nog handjes? Nee. Ik geef alleen maar kopstoten. Oh, hoe doen we dat? Nou, dat mag ook niet meer. Dat mag ook niet meer. Nee, alleen dit mag nog, hè, in je elleboog zo. Ja, en dit. En voetkussen, ja. Ja. Maar wat vindt u er nou van?
het hele coronavirus en de maatregelen? Ik kan me nog niet drukker maken. Nee, maar geeft u ook echt geen handen meer of uit voorzorg? Of? Ik ben nooit zo vrijgevig geweest, dus ik heb altijd... Hij houdt wel zijn hand op. Oh, wat zegt u nu? Dat was een uitspatting, of niet? Op mijn leeftijd. Hou je alleen nog maar je hand op. Voor wat? Wat dacht je van uitkeringen? Ja, maar, okay, heb je het slecht? Ik niet. Ik adem nog en ik lach nog. Nou, dat is nou die mevrouw lacht ook, dat zag je net. Dat zijn de twee meest belangrijke dingen in het leven. En ademhalen, ja. En ademhalen, hoor. Ademhalen en blijven lachen, ja. Okay. En waar kennen jullie elkaar uitlachen? Nou, hier van buiten. Jullie maken iedere, nou niet iedere week misschien, maar... Ik kom nog zo verlegen, man. Nee, je moet naar buiten, want anders raak je die stallucht van het binnenzitten niet kwijt. Daarom, nou, heel mooi toch? Onder de mensen blijven. Goed zo. Nee, naast de mensen, niet eronder, hè. Ik ga snel maar door. Ja, want je wordt alleen maar slechter. Hoe ouder, hoe gekker, hè? Ja, dan weet je wat jou te wachten staat. Tot ziens. En bij de een wordt het nog erger dan bij de andere. Ja. Rio! Geef jij nog handen? Ja hoor. Ja? Nou ja, we zijn een beetje aan het testen toch met het coronavirus. Ook hier in de regio. Ik wil je niet bang maken natuurlijk. Maar doen we het nog wel of doen we het nog niet? Nou ja, het ligt er natuurlijk aan bij wie. Als je allemaal hoesten en niezen hoort, dan zou je een beetje uit moeten kijken. Maar op zich... Dat is wel, hè, als iemand hoest, kijk je toch wel even, oh jee. Ja, dat wel. Maar je bent zelf verantwoordelijk voor je handen wassen. En dat is toch het... belangrijkste, denk ik zo. Dus, ik ga niet vragen hoe oud je bent, want dat mag niet bij een dame natuurlijk. Maar studeer je nog, werk je? Ja, ik studeer nog. Zit je hier in deze regio op school? Aan de VU, dus in Amsterdam. Hoe gaan ze daarmee om dan? Want ik weet, bij grote bedrijven en bij scholen hebben ze wel echt protocollen. Ja, er zijn genoeg meldingen geweest over... Ja, als je iets van hoesten of verschijnselen hebt, blijf liever thuis. En geef ook door dat je thuis blijft. En dan gaan ze op zoek naar met wie je in contact bent geweest. En vind je het nou allemaal wel goed, al die maatregelen, of zeg je, ik vind het eigenlijk wel een beetje overdreven? Kan natuurlijk twee kanten op, hè? Nou, ik vind het voor bepaalde leeftijdsgroepen vind ik het wat overdreven. Voor de ouderen vind ik het zeker belangrijk. Want daar komt het heftiger aan, want die hebben toch wat minder weerstand. En dan vind ik het zeker belangrijk dat er maatregelen zijn. Oké, nou, ik wens je in ieder geval een mooie dag verder en ik geef je nog één hand. Doei! Rio! Wat zeg jij? Ja, goed, geef me een hand. Mag een hand geven, want ja. die coronavirus, daar ben ik niet zo gek van. Welk virus? Of hoe heet dat ding? Corona. Die bruine bonenvirus. Bruine bonenvirus? Bonenvirus, joh, je geeft het maar aan. Coronavirus. Ja, je gek, man, wat schiet op. Als het wel komt, dan komt het toch wel. Dus ik mag gewoon ook zo... Je mag naar alle kanten, maar ik heb liever dat zij het doet, dan jij. Je hebt liever dat de cameravrouw... Nee, ja, maar ik weet niet of de cameravrouw het wil, maar... Nou, je bent vaker hier, hè? Ik ben vaker hier, ja. Eigenlijk in de hele regio. En dan kom jij wel eens tegen op de paardenmarkt Voorschoten. Dan ben ik met de draaiorgel daar zo. Ja. En ik zie je overal, dus het is allemaal gezellig. Waar het gezellig is, daar ben ik zo is het gezellig. Want je loopt hier lekker warm en je loopt hier rustig en je loopt hier droog. Snap je? Nou ja, nu is het buiten op zich ook droog, maar ik denk, ik heb geen jas aan, we gaan lekker binnenlopen. Je jas uit. Eigenlijk pure luiheid dat ik hier ben. Dat is van mij niet dus, want ik loop graag. Nou ja, maar jij met je draaiorgel. Ja, loop ook graag. En ik loop hier helemaal in de rondte en dat is goed voor je en voor die oude benen van mij. Hoe oud zijn die benen? Hoe oud zijn die benen? Jezus. Zullen we hier nou zijn benen? Wat zou je denken? Ik denk als je die twee benen bij elkaar optelt, dat die bij elkaar toch al wel boven de 70 zijn. Nou, dat heb je toch wel aardig geraden. 77. Ja. Maar je bent nog steeds aan het werken. Ik voel me eigenlijk nog best, joh. Ik spring overal overheen. En vooral als ik die mooie vrouw in die stad zie, nou, dan gaat het helemaal prima. Fluit je dan ook? Ik fluit de hele dag. Hoe fluit jij nou naar een vrouw? Nou kan ik niet fluiten, want ik heb nou een snoepje in mijn bek. Ik fluit de hele dag en ik zing de hele dag. Wanneer zien we je weer ergens waar op straat? Zaterdag weer op de markt, maar dan kom jij weinig. Ik kom, op woensdag kom ik nog wel eens op de markt. Nee, zaterdag op de markt. Nee, ja, maar dan ben ik er niet. Maar ik kom binnenkort, op zaterdag. Mag ik dan even draaien? Dan mag jij even draaien. En dan mag je ook even manzen met de bus. Misschien ja, en fluiten naar de vrouw, hè? Fluiten naar die vrouw. Ja, en dan zeg ik, we gaan die beentjes naartoe. Boven de 30. We zeggen, waar gaan die beentjes heen? Leg dan wat voor beentjes? Het legt dan, als ze allemaal spijkerbroek aan hebben, dan is die leuk. Als ze maar een korte rokje, dan is dat leuk. En zeg, waar gaan die beentjes heen allemaal?
Het is Nou, ik geef je nog één hand. Loom maar aan. Ja, je mag eigenlijk geen hand geven, zegt Rutte. Hè. Dat zegt... Nee, maar hij doet het zelf ook. Wij hebben er geen last van. Wij leiden naar onder. Als je maar 26 keer je handen was, dan gaat het goed, joh. Ja, dat vind ik ook. Dat doen wij wel. Tot snel. We zien elkaar, we zien elkaar. Ik moet even door, want het bandje is bijna vol. Ik dacht je groter was, joh. Nou, dat ben een klein mannetje. Weet je dat heel veel mensen dat zeggen, maar weet je wat nou de grap is? Waarom ik zo klein ben? Anders pas ik niet in je tv. Dat is, maar kennen ze dat niet vergroot of Ze hebben er op eerst breedbeeld van gemaakt. Precies. Dat was nodig. Dan en daarna kleiner. Niet weer zo breed als het zo breed. Maar loop nou door, want mijn bandje is vol. Doei. Is het bandje vol? Rio! Geef u nog een hand. Box. Ja. Zwaai. U bent ook voorzichtig. Nou, ik moet er ook om lachen. Dus het valt wel mee. Ik vind het ook, ik zei het net ook al tegen iemand. Ik vind dit, kijk, als je zo doet... Dan kom je dichter naar elkaar als dat je een handje geeft. Dus het is eigenlijk vriendelijker. Ik ben onder de indruk eigenlijk door al die berichten. Positief of negatief? Maar ik ben dus niet bang echt. Nou ja, ik ben eigenlijk ook niet bang. Want als je dan kijkt, ja, het is heel vervelend natuurlijk en mensen worden ziek. Maar is het niet gewoon een griepje? Het zal een griep zijn. Ja. Een hele echt uitgebreide griep. Maar wat dus vindt de mensen, dus die kwetsbaar zijn, die worden extra bang, ook door de berichten. En dat er hun kleinkinderen misschien niet meer komen en zo. Dus dat is... Evenementen worden afgelast, ook in Leiden. Maar als je nou de media, men zegt de media maakt er zo'n verhaal van, hypt het zo op. Ja. Maar aan de andere kant, we klikken er ook allemaal op, want als we een berichtje zien, willen we toch even lezen. Nou nee. Niet? Nee. U leest het niet? Nee. Okay. Ik ben heel eenvoudig, want ik heb al die berichten niet nodig. Nee. Okay. Nee. Nou, ik wens u heel veel gezondheid. Ik u ook. En we doen nog één keer een... Hoe noemen we dit? Dit noemen we een box. Dit noemen we een... Tackelen. Dat vind ik ook zo bijzonder. Ja, dan gaan we zo tackelen. Ja. Dat vind ik ook zoiets van... Maar dit was toch een voetkus? Met judo. Ja, dat is toch mooi? Een voetkus. Ja. Nou, geef ik u nog een voetkus en dan ga ik weer door. De eerste keer dus dat ik dit doe. Nou, nog één keer. 1, 2... Lijkt wel Rutte. Ja. Nou, tot ziens. Een fijne dag. Ja, ook. Rio! Hallo. Hoi. Hoe is het met jullie? Goed. Ja? Wat zijn jullie hier aan het doen dan? Politie en Boefie. Oh, dat is echt een heel leuk spel. Maar wie, politie en Boefie in Winkelhof? Ja. Maar wie is dan de politie en wie is de boef? Dat zijn we nu aan het beslissen. Ja. Oké, maar als ik nou jullie verdeel, want jullie zijn met z'n zessen, maakt het dan ook nog... Maar 3-3. 3-3. Maar waar mag je dan allemaal komen met politie en boeken? Overal. Soms werd je boven en eruit. Maar hebben jullie ook walkie-talkies? Of weet je niet wat dat is? We hebben een telefoon. Oh ja, tuurlijk. Ja. Wat moet je met een walkie-talkie als je een telefoon hebt? Ja. Oké, maar en wanneer... Want je hebt dan 3 politieagenten en 3 boefies. Ja. Wanneer heb je dan gewonnen? Als je alle 3 de boeven hebt of als je 1 boef hebt? En je pakt iemand als je hem tikt of haar. En hoe tik je dan iemand? En dan ben je af en dan moet je mee naar de gevangenis. Nee, dan moet je mee helpen. Ja. Maar je mag wel met je vriend bellen. Maar jullie mogen ook, je mag door het hele winkelcentrum heen. Ja, je mag ook. En wanneer is het spel afgelopen als je elkaar niet gevonden hebt dan? Nee, nooit. Ja, alleen, nooit. Nee. Maar als je op vrijdag nog kwijt bent, dan maken we ons wel zorgen. Nee. Ja, jawel. We stoppen even. We gaan opnieuw spelen. Okay. Maar dan maken we nu de teams. Wil jij politie of boef zijn? Boef. Nou, oké, jij bent een boef. En dan mag jij bij haar in het team. En dan mag jij ook bij haar in het team. En dan zei. En dan ga jij ook daar in het team. Ja, dan zitten jullie straks allemaal weer bij elkaar. Maar doen zij ook allemaal mee? Weet ik niet. Niet? Doen jullie ook mee met politie en boefie? Nee. Jij komt gewoon. Ja, oké. Okay. Oké, nou dan ben jij politieagent. Met hun. En jij bent ook politieagent. Oké. En jij, wil je politie? Ja, ben jij boef? En dan ben jij politie. Oké. 3, 2, 1. Go, boeven! Rio! Tot zover deze aflevering van Rudo. We gaan nog even een selfie maken. Volgende week ben ik er weer. Tot dan!